Hans, jij bent de nieuwe uitbater, eigenaar van Hotel De Wereld. Ja. Je bent midden in de coronaperiode begonnen, hoe was dat? Ja, gek. Weet je, we wisten natuurlijk toen we in oktober het hotel overnamen, toen was er al corona. Ja. Maar we wisten niet dat er een avondklok zou komen en een lockdown. En ja, dus heel gek. Ja. Maar waar we wel voor hebben gekozen is om gewoon te kijken naar wat er wel kan. Dus iedere keer kijken naar wat kunnen we wel doen, waar kunnen we mensen blij mee maken. En ook voor ons, hoe kunnen we kennis maken met Wageningers en mensen uit de omgeving. He, dus bijvoorbeeld ook de tuk-tuk die we hier hebben. Heel gericht op mensen die komen wandelen en langskomen. Allemaal op een manier zodat we kunnen kennis maken met Wageningen en Wageningen met ons. Ook een mooie manier om de overburen te leren kennen, denk ik. Ja. Want dat klikte meteen, hè? Ja, weet je, dat is het leuke. Justin is natuurlijk ook vlak voor coronatijd begonnen. Maar sowieso, we houden van samenwerken. Die dingen worden altijd beter als je het samen doet. Dus Justin heb ik ontmoet. Ja, er is duidelijk een klik. En we hebben al gezegd, goh, in de toekomst misschien hier samen activiteiten of festivalletjes doen. Maar dat kan nu allemaal niet. Dus wat kan er wel? En toen hebben we gezegd, kunnen we niet iets bedenken waarbij we eigenlijk voor mensen die het extra goed kunnen gebruiken nu samen iets kunnen doen. En daar is die goede buurmaaltijd uit voortgekomen. Jij bent de buurman van Hans. Maar jij zit hier ook nog niet zo lang, hè? Klopt. Nee, we zijn in maart 2020 twee dagen open geweest. Twee dagen? Ja. Jeetje. Het was hoe leuk het ook begon en hoeveel energie je ook krijgt van je gasten. Het is natuurlijk niet de leukste tijd die we nu meemaken. Ja. Het maakt dit soort samenwerkingen extra leuk om toch een steentje bij te kunnen dragen. Ja. Want had jij zoiets toen Hans hier in het hotel kwam... De oude eigenaar, ja, die ging natuurlijk weg, hè, de oude uitbaters. Ja. En wat dacht je toen? Van, nou, er zal wel niks inkomen in deze coronatijd. En toen kwam Hans. Nou ja, dat was nog natuurlijk de vraag van wie zijn dan de nieuwe eigenaren. En toen hebben we elkaar even voorgesteld. En vanuit dat gesprek eigenlijk ook heel veel energie ook weer gekregen om samenwerken aan te gaan. Ja. Uiteraard is dit een heel mooi plein met heel veel geschiedenis erop. En om die geschiedenis ook een beetje door te laten... Ja, door te laten vloeien naar de Wageningse mensen. Ja, want het is natuurlijk in deze coronatijd wel zo een beetje, want gedeelde smart is halve smart. En als je dan samen iets kunt doen en dan voor andere mensen, ja, win-win situaties toch? Ja, zeker. Op naar de toekomst. Ja, zeker. Ja, we hebben enorm veel zin in om sowieso ook weer open te mogen. Ja. En daar werken we echt naartoe. Ja. Want Hans die levert dan natuurlijk de maaltijden, hè? Klopt. En wat is de bijdrage van Proost daarbij? Nou ja, Proost heeft natuurlijk als concept een borrelconcept. Dus gasten komen naar ons toe om echt lekker met elkaar te kunnen borrelen. We hebben borrelplanken als assortiment die we op tafel zetten en iedereen met elkaar kan delen. En toen dachten we, nou, Hans heeft natuurlijk het maaltijdconcept. Waarom zouden wij ons concept niet in een kleine vorm van een borrelplank presenteren? En toch het genietmomentje overbrengen in de takeaway-versie. Ja, leuk voor de avond. Nou, de maaltijd natuurlijk. Klopt, zeker. Ja. Ja. Hans, jij vertelde net dat jij samen met Justin, de overbuurman, het een en ander verzonnen hebt als samenwerking en om... Nou, toch iets terug te doen voor de Wageningse samenleving. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ja, weet je, ik ben natuurlijk ondernemer. Hè. Ik ben goed in hotel, restaurant, lekker koken, goede maaltijden. Maar ook gekeken van hoe kunnen we iets doen voor een ander? En hoe kunnen we eigenlijk datgene waar we goed in zijn, bijvoorbeeld lekker koken, voor een ander inzetten? Dus de goede buurmaaltijd. Dus we hebben nu een maaltijd ontwikkeld. Die kan iedereen in Wageningen bestellen. €12,50 per stuk. En dus die bestel je, maar die krijg je zelf niet. Die gaan wij uiteindelijk in samenwerking met Welzijn Wageningen brengen bij iemand die dat verdient, die zo'n verwendmaaltijd lekker kan gebruiken. Ja, ja, dus je kunt eigenlijk een maaltijd kopen voor iemand anders. Ja, en je mag als ondernemer zeg ik altijd heel graag ook de rest van het menu doorkijken en ook iets lekkers voor jezelf bestellen. Ja. Maar als je dat niet wil doen en alleen voor een ander iets bestellen, kan dat ook. Ja, ja. En wij sparen alle bestellingen van de goede buurmaaltijden op en eens in de twee weken... bezorgt Welzijn Wageningen dan die maaltijden bij degene die de maaltijd krijgen. Oké. En die maaltijden die worden onder andere via het Odense Huis verspreid, hè? En hoe komen jullie, nou ja, samen met een horecaondernemer? Ja, ik denk, Hans weet, ook al is hij nog maar heel kort in Wageningen, de korte lijntjes wel te benutten.
En die heeft contact gelegd met een aantal partners van het samenwerkingsverband Welzaam. En één daarvan is het Odensehuis. De andere is de Vrijwilligerscentrale Wageningen en Steunpunt Mantelzorg. Om te kijken hoe we de goede buur maaltijd bij de ontvanger kunnen brengen. Dus degene die we echt even willen verwennen in een tijd dat er zo weinig kan. En het niet altijd even makkelijk is voor mensen die zorgen voor andere mensen. Ja, want het is echt, deze maaltijd is echt bedoeld voor mensen die eigenlijk altijd voor een ander zorgen, hè? Ja. Ja. En hoe ga je die mensen verzamelen? Ken je zelf, of kennen jullie, hè, natuurlijk bij alle aangesloten verenigingen en stichtingen heb je denk ik al een... we geven de voorkeur aan. Ik bedoel, jij hebt ook graag direct contact met je mensen en je houdt graag het contact met gasten die hier komen. Ik denk dat dat ook de kracht van een organisatie als Welzaam is en iedere uitvoerende partij daarin, dat de contacten, de lijntjes naar de mensen voor wie dit echt van waarde zou zijn, die je dit gunt, want zelf vragen ze er niet om. Dat we die persoonlijk kennen en dat we via dat persoonlijke lijntje, vandaar dat er ook geen thuisbezorgdienst naar de mensen toe gaat. Wij komen de mensen zelf thuis bezorgen en dat doen we natuurlijk met onze eigen vrijwilligers, zodat het ook echt een persoonlijk lijntje blijft. Ja. Dus we hebben geen grote inschrijflijsten van meld je aan. In eerste instantie willen we echt kijken hoe dit op een persoonlijke manier gematcht kan worden. Het goede initiatief van iemand die dit een ander gunt via het bestellen van de maaltijd. En wij die het persoonlijk bij de mensen thuis afleveren op de datum dat de maaltijden gekookt worden. Ja. Dus in de praktijk, als ik het goed zeg, kunnen mensen hier die buurtmaaltijd bestellen. En natuurlijk graag ook iets voor zichzelf. Hè? Heel goed, ja. Ja, of een borrelplankje bij de overkant. Zeker, ja. Zou ik zeker en, doen. En jij schrijft die buurtmaaltijden, die turf jij zeg maar. Hè? En het aantal maaltijden, je noemde net een datum van 14 februari. 14 februari gaan we de eerste maaltijden, of gaan Welzaam, de partners van Welzaam, de eerste maaltijden brengen. Valentijnsdag, mooie kan het. Ja. Niet, toch? Ja, ja, inderdaad. Jullie verzamelen zeg maar de namen en op het moment dat je bij wijze van spreken 15 maaltijden hebt of 20, dan wordt er van jullie uit een selectie gemaakt naar wie dat de maaltijden gaan en volgende maand weer. Ja, iedere twee weken. En eigenlijk is dit ook een enorm geweldig dat we dit zo mogen vertellen via deze film. Een oproep aan Wageningen. Bestel. Hè? Bestel. Het helpt ons als ondernemers. Hè? Zowel Proosters Hotel de Wereld. Enorm fijn dat we actief mogen zijn. Ja. Dat we ook lekker bezig zijn met ons vak. Dat we voor iemand aan het zorgen zijn. Ja. Maar ook bestel, bestel, bestel. Want hoe meer maaltijden, hoe drukker Welzaam het krijgt. Ja. Om allemaal, juist in dat persoonlijke, gewoon een heerlijke maaltijd te brengen bij iemand die het echt wel goed kan gebruiken. Ja. En wat zit er nou precies in zo'n buurtmaaltijd? Ja. Of ga je dat iedere keer... wordt een verrassing. Ah, ja. Dat is nou wel jammer eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Maar ja, je weet, van Hotel de Wereld kan je verwachten. En trouwens ook van Proost, want die hebben prachtige borrelarrangementen. Van ons kan je verwachten dat topkwaliteit en heerlijk eten in zit. Ja, super. Nou, ik hoop dat heel veel Wageningers jullie actie ook heel erg leuk vinden. En dat veel mensen zich... aanmelden of aangemeld worden. Ja. Hè? En dat, voor iemand die iemand kent, voor wie dit absoluut gegund is. Ja. Ja. Wat misschien nog wel goed is om even te zeggen, hoe bestel je hem dan? Ja, dat is eigenlijk natuurlijk heel eenvoudig. Ja. Want als horeca mensen hebben wij ondertussen onze webshops op orde. Dus dat is een webshop voor Proost. Proost Borrelbar Wageningen en een webshop op de website van Hotel de Wereld. En dus dan ga je gewoon naar ons bestelmenu. En daar staat de goede buurmaaltijd bij. Die bestel je, reken je online af. En wij zorgen dan voor de doorgeven aan de andere kant. Kijk, gemak dient de mens. Zeker. Hè? Nou, heel veel succes. Ik hoop dat heel veel Wageningers veel maaltijden gaan halen. En ik ben benieuwd. Fantastisch, dankjewel.